wat voor vriendinnen ze heeft. Klopt. Daar moet je ook altijd aan denken. Hè? Maar je weet wel dat die vriendinnen... Ze is wel slimmer, maar zij zit net er tussenin. Maar als je een kind hebt, dan denk ik dat je wel je vriendinnen op een lagere niveau, op een andere level. Want je hebt die zorg. Ja, dat je ook. Hebt niet meer die zorgeloosheid. Nee, maar dat toch, van maar bel me 3 uur in de nacht. Nee, dat toch, maar je moet ook berekenen van, als hij die vriendin heeft, die vriendinnen. Sowieso elke meid, zij wordt sowieso gesteund, dat zie ik al daarnaast. Ze wordt gesteund. Ze heeft sowieso vriendinnen die haar wel steunen hoor, dus zij heeft zich geen worry te maken. Maar die vriendinnen, ze steunen elkaar, hè? Ze steunen elkaar, ja, precies, ja. Maar die weten meestal wat er gebeurt in de relatie. Maar eigenlijk praat je niet eens met die ene, maar je praat met de moeder, de vriendinnen, toch? Juist, precies. Je praat met die hele club eigenlijk. Juist. Maar dat is denk ik... Nee, maar op zich is het wel lief, dat wel. Ja, want laten we teruggaan naar die Smacelle waarover het gaat. Want zij is denk ik wel eentje die anders is. Zij is anders, ja. Maar alleen bij haar is het zo van, dit heeft ze wel. Ze heeft dit wel. Maar ze moet het ook wel, ze moet die kabis wel goed gebruiken. Ze heeft het. Zij kan wel die slimme schap zijn. Maar je ziet het ook anders als ze binnenkomt. Ze heeft veel hoofdpijn, veel problemen. Je ziet het aan de hele uitstraling ook. Je ziet het ook moeilijk met de kind. Altijd wanneer je komt, zie je zonder mannetje lopen. Uh-huh. En dan ga je al denken van wakker. Elke dag dit, dat, weet je. Wanneer kom je samen met je man je kind halen? Dan zie je allemaal. Oh, je ziet er elke dag? Ja, ik zie er elke dag. Is er elke dag? Soms komt ze elke dag de kind brengen. Soms een paar keer hoor. Ja. Soms komt ze 2 dagen, soms 3 dagen. Mm-hmm. Hoe oud denk je dat ze is dan? Ze zal wel iets in de... 20, denk ik. Nee, ik denk iets over hoor. Ja, je net, ja, zie je. Is goed, schat. Ik denk iets in de 22 zo misschien. Dus ja, in de 20, toch? Ja, zo misschien. Ja. Maar ze is wel heel lief, dat wel, maar ze is pittig. Maar ze is niet, zeg je dat? Ze is niet nog toe aan. Ze heeft nog haar eigen struggle. Ze is nog niet echt toe aan die. Want dat je aan die investering van jou bijvoorbeeld, of als je iets zou leggen, mm-hmm, van we gaan, dan denk je, het ijs is nog niet hard daar. Ja, het is niet stabiel. Ja, het is nog niet echt stabiel. Maar het kan wel harder, maar het is nog niet. Nu nog niet, maar in principe, als we het zouden doen, ze zal wel down ermee zijn, maar dan moeten we wel veel contact met haar houden. Maar je hebt nog wel veel reparatiewerk. Ja, dat eerst. Kan je zeggen, ja. Toch? Ja, klopt. Daar heb je dat zeker. Maar denk je niet dat je vaak... In al die gevallen, vind ik met vrouwen, is er een reparatie nodig. Veel. Altijd hebben ze of iets waar je reparatie kind, trommies, ja, met, ja, die ouders. Ja, maar dat komt ook, dat ligt ook. Er is, ja, altijd een reparatie die voor op je wacht. Er is altijd een werk wacht, ja, op jou. Maar dat is de tweede, dat is de tweede DNA van een vrouw. En dan de eerste DNA van een vrouw is jaloezie. De tweede is die reparatie. Dat weten heel veel mannen niet. Tweede is reparatie van een vrouw. Eerst is jaloezie. Dat zit gewoon in die vrouw de DNA. Maar dat kan je wel omzeilen. Maar dan moet je gewoon die switch afdoen. Ijskoud zijn gewoon. Een vrouw houdt er niet van. Als je in een relatie met een vrouw gaat. En het gaat goed, je hebt kinderen. Mm-hmm. Dat je ijskoud bent. Ze kunnen er niet tegen, maar dan negeren ze. Mm-hmm. Dus gewoon rustig, gewoon tranquilo, gewoon rustig praten. Oké, ja, ja. Gaan ze denken van, maar in je hoofd denk je van, het doet haar pijn. Op een gegeven moment gaan ze zelf afkoelen. Ja, maar ik zit hier even te doen. Hey, maar wacht even, ik ruik, oh nee, het is 15:15 gelukkig. Ja, ze gaan afkoelen, maar jij had toch ook een ervaring met de smaak die... Was jij klaar met haar of was zij klaar? Of was het? Nee, zij was klaar met mij. Zij was klaar met mij, met die kinderen. Zij was klaar met mij. Maar waarom was... Oh, zij was klaar met jou? Ja, want zij zei tegen mij... Ja, nee, maar zij zei tegen mij van... Hé, dat is een andere vat. Ja, zij zei tegen mij, kom, we gaan zitten op de bank. Ja, ja. Ze heeft 2 dochters. Ja, ja. Ze zei, schat, kom, zit op de bank, is goed. Zit op de bank, ze moet dus praten. Ja. Ik zeg tegen haar, oh, je gaat het uitmaken met me. Ze zei, nee, niet dat. Ze zei van, die vindt altijd leuk. Dat je mijn kinderen verzorgt en dit en dat, weet je, maar ik wil dat je meedoet. Ik wil dat je zo ziet als mijn dochter, als jouw kinderen. Ik zeg nee, maar dat is niet mijn zaak.
ze gaat ook niet verzorgen. Kan ze geld geven, maar die gaat ze niet verzorgen. Eenmaal zei ze van, nou, dan weet je wat, dan is de koek op. Ik zeg, ja, dan is de koek op. Dan gaan we maar uit elkaar. Ja, dan is de koek opgegeten, dan gaan we maar uit elkaar. Zo is al gescheiden, geen contact meer, niks meer, klaar. Maar wat voor relatie was het dan? Het was wel een goede relatie, was een oude vrouw, wel een goede relatie, bijna 3 jaar. Oh. Klaar. 3 jaar? Ja, maar ze was ook jaloers hoor, maar dat wist ik al. Maar wat voor smaak? Was het een Surinaamse smaak? Nee, Hollandse smaak. Hollandse smaak? Ja. Aïe, broer. Die was echt, zij was zo jaloers. Die was zo jaloers. Maar toen zei ik van, luister dan. Ik begrijp überhaupt niet waarom jij jaloers bent. Je bent een oude vrouw. Hoe oud is ze? Zei ik ten eerste, je bent getrouwd en je gaat met mij. Oh, ze is getrouwd? Ja, maar ze is gescheiden. Ze is getrouwd en je bent gescheiden. Ik zeg, überhaupt begrijp ik niet waar jij het in je hoofd haalt om jaloers te zijn. Toen kreeg ik ze maar en zei ze van, ik zeg, je bent geen 14 meer. Ik zeg, die schooltijd is voorbij. Hé, hey, dus je wreef nog niet zout, dat zout nog, je wreef nog meer peper in die mond. Nee, ja dat ook, maar je weet toch. Want gewoon ook. Maar je moet gewoon, nee, maar ik vind gewoon, als je met iemand serieus praat, moet je gewoon zakelijk zijn, weet je. En ik praat met haar gewoon zakelijk, maar zo was zij heel met mij. Als zij iets moet zeggen tegen mij, zegt ze gewoon recht in mijn gezicht, pap, zo, pap, pap, pap. En ik doe ook dat haar hetzelfde. Ik zeg, kom op, luister nou, je bent geen 14 jaar meer. Je bent al getrouwd geweest, je bent gescheiden, ja. Ja. Dan moet je nou niet jaloers gaan doen. Nee. Toen zei ze tegen mij van, ja, je hebt wel gelijk. Ik zeg, ja, want ze zitten niet meer op de kleuterschool, kom op. Ik zeg van, dan is de koek op. Jij gaat je weg, ik ga mijn eigen weg, klaar. Toen was het ook afgelopen. Maar toen had je er al een aantal jaren een ding gegeven van je moet even op je passen letten. Ja, ik heb dat je moet even je plek. Ja, ik heb er even op de plek gezet. Weet je plek. Ja, ik heb er even op de plek gezet. Ze was wel boos. Ze ging wel huilen, want ze vonden het een beetje te huilen ook, hè? Ik zei van, je hoeft niet te huilen, want je hebt altijd tegen mij gezegd, ik ben een persoon. Als ik iets moet zeggen in gezicht, zeg ik het recht voor ze raap. En het maakt niet uit als mensen erbij staan. Ik zeg, nou, zo ben ik dus ook. Zei ze, nou, daar hebben we 2 vuren. Ik zeg, ja, maar ja, nu is jouw vuur gedoofd. Maar waarvoor ging je altijd met die... Waarvoor ging je naar die sma eigenlijk? Nee, zij ging vaak achter mij aan. Dat was het. Zij kwam achter jou? Ze ging jou aanvallen? Nee. Zij ging altijd achter mij aan. Die ging vaak naar Utrecht Centrum. Oh. En ik zag er vaak. En zij altijd naar me kijken, groeten. Oh. En ik liep altijd voor de weg. Ik dacht van, oké, groeten. Ik liep altijd maar ze was gierig op je? Ja, gierig. Weet je, net zo gierig. Wat wou ze van je? Wat wou ze van je dan? Eerst was ze vrienden zijn. Ja. Maar dat feit is, eerst was ze vrienden zijn. Toen had ze ook van me gelogen. Thuis was ze geen man, geen kinderen. Oh, serieus? Op een gegeven moment was ik erachter gekomen dat ze man en kinderen had. Op een gegeven moment kwam ik thuis bij haar. Zei ze van ja, een paar familieleden slapen bij mij thuis. Zei ik ook eens goed zitten bij haar. Wees niet, ging even niet op de douchen. Zei even niet op zijn mama, de zeep is op. Serieus? Toen zei ik zo van, maar ik dacht dat je geen kinderen had. Dat is wel fire, bro. Zei ze van, nou, dat zijn mijn aangenomen kinderen. Wat? Dat zijn mijn aangenomen kinderen. Is maar gewoon... Toen dacht ik al van, nee, dit is die pluis. Zei die ene dochter tegen mij, dat is mijn moeder. Oh, maar was je toen met die smaak, had je gebouwd of? Nee, toen nog niet. Was gewoon visite? Gewoon visite, ja. Om te kijken, alles observeren. Oké. Maar hoe oud was die smaak? Die smaak was... Ze is nu aan te kijken. Ze is nu 53 is ze nu. En toen was ze dus in de 40 of zo? Zoiets, ja. Oké. Maar die kinderen waren al groot. Ja, tuurlijk. Maar zij zegt ze zijn aangenomen, dat ga je toch nooit geloven. Hoe groot waren die kinderen, broer? Ja, die dochter was best wel. Die dochter was groot. Die dochter was echt lang. Shit. Lang. Maar wat? Zij zei tegen mij van, er zijn mensen bij me thuis. En ik vroeg er zo van, wat voor mensen? Ja. Ze begon te stotteren, ja, dit, dat. Ik zeg, nee, maar wat voor mensen bij jou thuis? Want ik wil niet op verrassing aankomen als ik op bezoek kom. Dus schat, alles komt goed. Ja. Maak je die druk, alles komt goed. Kom ik daar, zie ik 2 meisjes, zeggen ze tegen mij, oh, dat zijn mijn aangenomen dochters. Van de adoptie. En ik denk van, nou, dit klopt al niet. Eentje zegt al tegen mij, dat is mijn moeder hoor. Dat is mijn moeder, een moeder, vind je leuk. Maar die moeder is, ja, maar die is wel lijp, man. Als die moeder gaat liegen als die dochter erbij is, dat het een aangenomen dochter is, man. Ja. Is toch lijp, man. Ja, maar ja, sowieso, ik ben al helemaal klaar met haar. Ik zie er ook niet meer.
Daarom deze tijd is het. Die vrouw beseffen het ook niet. Deze tijd is moeilijk voor de man. Als je goed bekijkt, deze tijd nu. We hebben corona gehad, we hebben alles gehad. Bijna een paar jaar corona. Vrouwen begrijpen niet deze tijd. Hun denken. Sorry, ik heb het gezegd hoor. Hun denken. Ja. Ik ben gewoon eerlijk. Hun denken dat de wereld alleen maar om hun draait. Mooi. Ga door. Ja. Weet je waarom ik het zeg? Ja. De vrouwen willen altijd alles, alles hebben. Van de man. Alles hebben van de man. Wanneer ze zin niet krijgen, ze zullen hun zin krijgen. Zal dat die man het gaan geven. Hun denken hun over de wereld draait om mij, niet om jou. Jij bent voor hun altijd de tweede keus. Al heeft de vrouw een kind, ja. Jij gaat met die vrouw. Je wordt echt verliefd, ze serieus. Eén ding moet je weten, één ding moet je weten. Dat tel ik ook tegen alle goede vrienden. Al is die vrouw zo mooi, je gaat met haar, ze is serieus. Echt gewoon normaal. Geen gold digger, geen dat is gewoon normaal. Ze gaat serieus voor je. Eén ding moet je weten, haar kind komt in de eerste plaats. Zij kan je altijd, dat, zij, jij komt altijd bij haar op de tweede plaats. Maar ze heeft een kind. Jij komt nooit op de eerste, dat moet je weten. Maar ze doen je geloven alsof jij... De eerste is de ben voor eerste... Maar dat is niet zo, want stel je voor, als jij goed met haar bent, ja? Ja. Je hebt een dochter, ja? Ja. Jullie krijgen ruzie of zo thuis. Jij woont bij haar. Ja. Zij kan gewoon tegen jou zeggen, en ze gaat luisteren dan. Je moet wieberen, je moet uit mijn huis gaan. Ik kan niet meer met jou, wegwezen. Pak je kleren, pak al je spullen, wegwezen. Ja, dat is gewoon zo. Dat is zo. Dat is zo, ja. Daarom moet je goed kijken, de wereld draait alleen maar om. Ja. Even serieus, de wereld draait alleen maar, in hun hoofd draait de wereld alleen maar om ikke. Uh-huh. En jij bent sowieso tweede plaats en de rest mag stikken. Maar dat is een hele goed, want heb je niet bijna het idee, zeg eerlijk, dat in die vrouwen, als je naar de wereld kijkt, als ik eerlijk ben, dat al die mensen die zeggen, ja ik ben de baas. En ik ben president, en ik ben dit, dat. Maar als je naar kijkt naar eigenlijk hoe mensen leven. Oké, bij die moslims lopen die vrouwen met de hoofddoek, alles. Maar in het algemeen zijn het die vrouwen die in het leven zelf comfortabeler leven dan de meeste mannen. Denk je? Maar in het algemeen, als ik om me heen kijk, zie ik meer mannen teloor gaan. Gewoon in het echte leven. Heb jij ooit in Marokko geweest? Nee. Ik zei ook, je hebt ook vrouwen met hoofddoek anders. Maar ik zeg in het echte. Maar dan nog kan hè, Marokko ook. Maar dan nog zijn die vrouwen. Denk ik dat die vrouwen daar, ik zou niet zeggen, die komen ermee weg. Om niet echt zeg maar. Ja kijk, je begrijpt wat ik bedoel toch? Kijk, die mannen kunnen altijd in sommige landen geweld gebruiken. Maar in de basis zijn die vrouwen. Met hun handen en alles wat ze hebben, dat moet je me meegeven, borsten. We willen ook dat het mooi blijft. Dus wij kunnen nooit zeggen van, we maken je kapot, want kijk, dan heb ik geen tiet. Dus het is aan elkaar gekoppeld. Ja. Zij moeten ook voor ons te doen zijn. Dus je kan ook niet van hun te veel... Dus je snijdt een beetje in je eigen vingers als je hun zwaar werk laat doen. Want dan bouw je gewoon een baksteen. En dat wil je niet. Daarom heet ze die struggle, denk ik. Nou. Nee. Blijf vertellen. Hoe zie jij? Ik heb wel een punt daarbij, maar ik denk ook van. Ja, ik heb wel een punt, maar ik denk ook van. Het moet gewoon. Ik zie het zo, het moet 50-50 zijn. Oké. Ja, maar niet wij zijn degene. Ja. Want als je goed kijkt, ja. Het is allemaal wel leuk, al die vrouwen en blablabla. Maar ja. Wij zijn toch degene die voor hun altijd moeten kruipen. Maar waarom kruipen hun niet? Maar dat vind ik ook. Maar waarom, maar dan zijn wij, waarom ja, gebeurt dat niet? Maar waarom gebeurt dat niet? Omdat hun. Ja. Je moet zo zien, hun voelen zich als de... Je moet zo zien, wij zijn in hun ogen... Maar dat gaat de vrouw nooit zeggen. Wij zijn in hun ogen de onderdaan. Ja. En hun zijn, okay. Hun zijn de queen. Ja. Dat denken ze, denk je dat, hè? Nee, dat heeft elke vrouw in de ogen. Hun zijn ja. De queen. Ja, daarom kruipen heel veel mannen voor vrouwen. Doe dit. Doe dat. Je moet goed opletten. Doe dit. Doe dat. Loop met me mee. Ga dit voor me doen. Ga dat voor me doen. En is jong groot.
macho, macho. Ja. Easy, weet ik veel wat. Alles groot, alle breed, ook mooi, boy, mooi ook, alles. En dure patten, trainen, alles. Patten, alles. En dan zegt die vrouw gewoon van, ik zag het laatst ook bij een festival. Die jongen is zo groot, 33 jaar, zo groot, mooi, boy, alles. Helemaal onder de muziek toch. Hij kan met gewoon... Hij ligt met één skinny bakker aan mij, Surinaamse jongen. Was ik bij de evenement. Geef mensen die smaak zo tegen hem zo van... ja, ga drinken voor me. Zeg hem, waar schatje? Daar zo, ga drinken voor me aan, bier. Ja. Zij komt terug, ja, hamburger. En dan liep ze gewoon met hem. Op een gegeven moment zag ik, kijk, hey, jongen zo en ik denk van, wat de fuck gebeurt hier nou? Maar broer, is dat niet een soort... Is dat in jouw ogen ook... Een soort van, alsof die vrouw dan een soort van pitbull uitlaat of zo. Dat ze er hondje even voor een wandelingetje neemt. Dat is een grote, grote hond. Nee, maar dat zo is, lijkt het. Dan uiteindelijk krijgt hij gewoon een botje van haar. Nee, maar dat is een grote hond. Ja, maar dat is het ook. Nee. Je moet hem net zien als een halsband. Ja, dat bedoel ik. Is het, ja, jij bent die pitbull. Ja. Ben die pitbull, ja. Maar zij die band. Ja, bedoel ik. Ja. Dat vraag kan je. Ja, bedoel je niet zoiets? Ja, maar dat hebben ze ook in hun hoofd. Ja? Dat willen de meesten ook. Ze willen je aan die lijn? Ja, jij moet aan die lijn. Ik ben de koningin, jij moet naar mij luisteren. Als ik zo zit. Dus ze willen je eigenlijk alleen maar... Commanderen. Ze willen eigenlijk alleen maar je eigenschappen van je bent sterk en je kan bijten en alles, maar op afstand. Juist. Maar dat het in hun koninkrijk aan een lijntje zit. Ja, dan is het leuk. Ja, maar dat is die boy. Maar ze willen niet bij jou in die grot... Nee, dat willen ze niet. Ze willen geen moeilijke dingen gaan voor doen. Nee. Uit hun grot worden. Nee, dat doen ze absoluut niet. Ze willen geen moeilijke dingen voor jou gaan doen. Nee. Want als jij eens bijvoorbeeld een opdracht vraagt om te doen. Ja. Hey, schat, luister dan. Ja. Ik heb een torentje, weet ik veel wat. Kan je die money voor me halen daar en daar? Ja. Gaan ze zeggen, nee hoor, dat doe ik niet. Doe het zelf, je hebt toch geen vrienden? Ik denk van, maar hallo, ik doe zoveel voor jou. Ja. Maar dat doe je niet. Omdat ik het niet wil. Hey, je woont in mijn huis en als je niet luistert, dan flikker je maar op naar buiten. Dus eigenlijk willen ze je gewoon in bochten laten brengen. Ja. En dan moet je gaan veranderen voor hun. Ja, je gedrag aanpassen. Ja, precies. En dan mag je hopen dan dat je... Waar doe je het voor dan? Ja, waarom zou je dat willen? Nee, maar die meesten... Waarom zou je dat willen? Kijk, die meesten jongens weten niet dat ze aan die halsband hangen. Heel veel denken niet zo ver. De meesten weten het niet, dat die vrouw zo denkt. Maar in principe, die vrouw in haar hoofd, die logica. Eigenlijk, jij bent voor mij gewoon een pitbull. Ik heb die band om, ik heb die kort hier. Als ik hem strakker trek, dan ga jij gillen. Gillen daarmee bedoel ik, dan ga jij strokken. Want als zij die halsband strakker trekt, dus net als bij een hond. Als jij die halsband strakker trekt, gaat het stikken toch? Ja. Zo is toch in die relatie. Jij bent die hond, die pitbull, zij trekt het strakker. Ja. Met andere woorden van, je wil weggaan toch? Ja. Je trekt die halsband strakker om je nek, ja. Ga je zien wat er gaat gebeuren. Je gaat dood als je weg gaat bennen. Maar waarom ga je dan dood? Nee, niet dood die letterlijk bedoeld, maar gewoon van ik ga het uitmaken. Maar hoe kunnen ze je aan die halsband houden? Ze maken avansjes op je toch? Avansjes. Maar als je met die chick praat, ga je niet meer met mij naar bed. En jij weet, die smaak is pang. Dus het gaat allemaal om dat ze wel of niet met je precies. Aanbouwen. En dan zeggen ze van, ik ga het met je uitmaken. En jij denkt, wauw, gaat die aan met jou? Dan gaat de andere naar binnen. Trek zich half pas takken. En dan ziet ze van, hey, die hond, hey, die pitbull luistert naar mij. Maar is het niet, maar is die fire truc niet dat ze je gewoon, ze voeren je die, je weet toch, ze voeren je die set. Mm-hmm. Ja, maar die set. Maar ze blijven... net als een hond, je zegt eerst van je moet eerst dit doen, dan gooi je ze een brokje in die mand, maar het net genoeg voor een dag. En dan de volgende dag moet je iets doen eerst, maar je krijgt nooit de sleutel van die voorraadkamer om zelf je brokjes te pakken. Nee, tuurlijk niet. Ja, maar tuurlijk, dat gaan ze niet doen, want ze zijn niet dom, ze zijn slim. Maar eigenlijk... Buiten ze het dus uit als een hoer, of niet? Als een hoer eigenlijk, of niet? Zo moet je zien. Het is bijna een zakelijke ding wat ze doen daar met die positie, of niet? Ja, precies, op jou? Ja, op jou eigenlijk. Jij bent gewoon een klant, of niet? Dan zeggen ze het is liefde. Ja, maar zo wordt die pitbull zwakker. Maar dan geef je nog die zwakker. Dan krijg je niet genoeg eten. En dan ga je die pitbull ook nadenken. Hé, als je gelijk moet gaan luisteren, dan wordt hij weer sterker. En daar heeft ze.
Dat gebeurt. Ik moet die klein halen, man. Broer, was, Brian was goed, man. Volgende keer misschien. Ik heb dat was een mooi gesprek. Geen bullshit. Dus het is... Gewoon echt real dus. Ja, echt. Echt hoe moet zeggen wanneer je dat wilt doen dan? Even kijken. Want ik eigenlijk... Eigenlijk is het gewoon... Nu is het eigenlijk real van... You know me guys. Kijk, het is gewoon... Dit is de eerste Nederlandse video. Normally it's in English, but now it's in Dutch. So I'm here with... my bro. That... we have a conversation once in a while, and just putting on the camera, you know, still want to be some real talk. We were just talking, putting on the camera about, you want to introduce yourself, by the way? Yes, I'm Brian. Peace up, man. Hi. Okay, Brian, just put it... Die foto is, weet je wat die foto is? Het liefste heb ik gewoon ons allebei, weet je, erop. Ja. Maar Ik zit wel onder werktijd, hè? Oké. Okay. Wat zei je? Ja, maakt niet uit, man. Hij weet niet eens wat we doen. Toch? En trouwens, weet je wat het is? Ook al is het niks, gooi ik het weg, hè? Ja, precies. Ja. Ook al is het niks. Het is niks, het is gewoon een test. Ik ben niet volgende week weer. Ik ben niet volgende week weer. Het is gewoon een test. Ik zet hem gewoon even zo. Het is gewoon een test. Nee, man, maar wat ik wou zeggen, die foto is dat. Yes, man. Nee, man, serieus. Nee, maar waar waren we nou met die vrouw? Nu ben ik het even kwijt. Ben jij er nog bij? Ja, los van die dingen. Die vrouwen. Waarom ze gewoon... Hier zijn een paar mooie dingen, man. Ja, waarom je geen vrouw met een kind moet nemen. Want dat brengt altijd problemen. Maar die jongens komen er zich klem te zitten. En dat zie je ook vaker op straat. Dat zie je echt heel vaak overal. Het is net als een vishaak, weet je. In Engeland, je zoekt naar iets. Je zoekt naar een pot met goud bijvoorbeeld. Maar je vindt iedere keer zilver. En eindelijk blijft ze hengelen. Toen zit die echt een gouden pot heeft gevonden met gouden munten. Maar denk je dat die smas die kinderen hebben meer vissen naar goud dan die smas die geen kind hebben? Of heeft het daar niks mee te maken? Nee, in principe wel, ja. In principe wel. Want als jij gewoon een relatie hebt met de smas en dat alles is goed, jullie werken beide. En het omgekeerde daarvan is, als jij een smas is, die single is, die een kind heeft. Vele van ze hebben bijna geen baan. Dus die moeten inkomen hebben. Ja. Dat moet je ook begrijpen. Ze moeten inkomen hebben. Waar gaan ze zoeken? Ze gaan naar die pot met goud zoeken. Ze kunnen ook wel zilver nemen. Maar die zilver is een middengraad. Begrijp je die zilver? Ja, ja. Die zilver moet je net zien als een euro. Mm-hmm. En dan heb je die 100 euro. Mm-hmm. Ga je graadje hoger. Mm-hmm. Dat is de goud. Maar denk je dat die smas die een kind hebben eerder genoegen nemen met zilver dan een smas zonder een kind? Of denk je dat... Die smas juist voor goud willen. Ga echt voor goud. Die met een kind? Nee, die gaan echt voor goud. Vroeger was het wel zo van... Oh, die gaan juist voor goud? Nu gaan ze deze tijd juist voor goud. Oké. Okay. Deze tijd gaan ze juist voor goud, maar vroeger was het niet zo. Vroeger gingen ze voor beide. Dan maakt het hun niks uit. Al heeft die boy een baan of zo en heeft die niet goed. Uh-huh. Verdient een beetje, misschien 1500 euro. Neemt ze ook het genoegen ermee. Maar nu... Met een kind of zonder een kind? Als een kind heeft. Als een kind heeft, oké. Okay. Bijvoorbeeld, ik ontmoet een meid op straat, ze heeft een kind, ze heeft twee dochters. Ja. Ik ga met haar. En ik zeg, ik heb een baan, ik verdien 15 bar in de maand. Gaan ze zeggen, vroeger was het zo van, gaan ze zeggen van, is goed, ik ga met je. Want je kan me helpen, je kan me supporten en bla bla bla. Ah, het lijkt dus, maar, okay. Maar nu... Kijk, daar is het smaak. Maar nu is de rollen omgedraaid. Want? Nu kijken ze niet meer naar zilver, nu kijken ze naar goud. Maar hoe komt dat? Het heeft ook te maken, er zijn ook heel veel hostlers nu. Heel veel hostlers. En ook hostlers die tegenwoordig willen werken, worden niet aangenomen. Dat is ook weer een punt van de staat. Er zijn genoeg jongens die willen werken, maar ze worden niet aangenomen omdat ze niet. En dan worden niet goed betaald. Dan hebben ze geen doekoe, bedoel je? Nee, dan hebben ze geen doekoe, want ze worden slecht betaald.
Oké, en als ze geen doekoe hebben, dan bedoel je dat die vrouwen ze niet? Ja, precies, zo moet je het zien. En vroeger was het zo van, I don't care. Ik neem brons, ik neem zilver, maar waarom is het, maar waarom is het nu, zijn die smas veranderd nu, denk je? Denk je dat die smas, denk je dat het iets is dat die, of is het gewoon de nieuwe tijd of zo, andere... Ja, we gaan nu naar een nieuwe tijd toe, zo moet je het ook zien. Nieuwe we gaan tijd. Naar een nieuwe dat, tijd, dat... maar ze kijken van die meeste vrouwen, als je goed kijkt, als je goed, even goed en serieus kijkt, ja. De meeste vrouwen kijken nu naar veel artiesten op tv, hoe ze willen leven. Ja. Als je goed naar de vrouw kijkt, de vrouw, sommige vrouwen van nu willen meer leven als Kim Kardashian, volle lippen. Sommigen willen leven als Nicki Minaj, sommigen willen leven als Cardi B, als Beyoncé. Die gedrag gaan ze zich aanpassen. Ja. En die, wij mannen weten dat niet, dat gooien ze weer op ons. Stoer lopen, diva lopen, maar je bent het niet. Blijf gewoon jezelf. Dat is het. Maar willen ze dan dat jij... Willen ze van jou zien dat jij echt hun die als een Kim Kardashian ze willen eigenlijk zien dat jij denkt dat hun echt een Kim Kardashian als Kim Kardashian verzorgt, bedoel je dan van dat ze zoeken ook iemand die dat gelooft, dat ook al zijn ze geen Kim Kardashian, maar dat jij wel hun zo behandelt. Ja, precies. Toch dat je die money legt alsof het een toch? Ja, precies. Ja, want hun dan. Je moet die fatu gewoon geloven. Toch? Precies, zogenaamd. Ja, je moet die fatu geloven. Echt... Nee, je moet die fatu geloven. Want hun zien het zo van. Ja. Kim Kardashian is zo. Dus we komen er. Ze weten van, ik kan ook zo zijn als haar, maar alleen ik ga me inleven in haar personage. Maar dan komt die fatu wel zeggen, zelfs als jij die fatu moet geloven van hun, dan willen ze eigenlijk dat je hun verhaal gelooft. In hun sprookje. Juist. Of niet? Juist. Dat is toch hun? Is toch niet hun? Dat is toch, hun fantasie. Eigenlijk ga je in de fantasie. Je wordt ermee ingezogen. Je wordt gewoon in de fantasie gebracht. Ja, en daar, gaan daar trappen die meeste jongens in. Je moet goed kijken. Je moet goed kijken, want de meeste mensen niet. Kijk, waar komt dat ding vandaan? Gespoten volle lippen, botox. Ja. Kim Kardashian. Als je elke wijf op straat ziet nu, tegenwoordig grote vrouwen, volle lippen, Kim Kardashian. Maar heeft het ingebracht. Maar willen ze, want eigenlijk zijn ze dan niet eigenlijk die fantasie, die lip, alles wat ze mooi maken, is eigenlijk die fantasie van die jongen die denkt van, dat is allemaal mooi, toch? Daar ga ik iets voor doen. Ja. Toch? Ja, dat wil ik. Ja. Dan gaan ze die fantasie mooi voor je maken. Juist. Investeren. Juist. Maar dan op het moment dat jij komt, dan moet je gaan betalen. Is dat niet gewoon een plan, een logica van ik investeer, dus dan vervolgens krijg ik mijn rendement van jou. Want jij gelooft in die fantasie. Juist. Of niet? Zo gaat het, ja. Zo gaat het. Het is net als een, hoe noem je dat? Het is mindfuck. Het is een mindfuck, het is een mindfuck, zo moet je zien. Maar heel veel jongens zien dat niet. Nee. Het is net een schakel. Maar hoe ga je dan, broer? Hoe ga je dan echt een leuke Chima vinden als zoveel? Ze zijn eigenlijk gewoon vol tap van die tv, radio, alles. Dat geen één van ze heeft nog een normaal verstand. Die je gewoon normaal behandelt als een man en niet met mindfuck met je doet. Je hebt ze wel, maar dat ding is, je hebt ze wel. Maar ze verschuilen zich. Die willen juist dat je hun zoekt. Of die willen juist dat ze gevonden worden. Je hebt ze wel, maar omdat die andere generatie van nu, die zit ertussen. Je hebt ze wel die serieus zijn, maar die generatie van nu, die zit ertussen. Maar je hebt ze wel. Maar ik vind, want iedereen, het is net als een, je moet het zo zien, het is net als, je hebt hondenschapen in een weiland, met hekken eromheen, op een weiland. Eentje springt eroverheen. Ja. En eens gaat springt eroverheen. En die anderen zitten te kijken, wat gaan die anderen doen? Die anderen denken van, nee, ik blijf hier. Die gaan nog niet, volgens mij, toch als één gaat. Nee, die gaan niet, want die gaan denken, want die ene die springt, die is die slimme. Ja. Die zegt, ik spring over de dam. Ja, en de anderen staan te kijken van, volg jou niet. Nee. Ik ga mijn eigen pad, ik wil bij die scene horen, bij die klik horen. Ja, maar hoe ga je die ene vinden dan? Want die is weg. Nee, die ene gaat wel gevonden worden. Want één iemand uit de groep zal ook wel denken van, maar waar maar die ene, want zo moet je zien, het zijn die schapen. Die springt daar, die slimme gaat daar, die ander blijft daar. Je moet zo zien, in die groep heb je nog meer schapen. Ja. Eentje van die schapen zou ook wel denken van, maar die schaap die daar aan de andere kant is gegaan, die gaat naar een hoger niveau. Wij blijven stuntelen. En dan gaan ze denken van, ik moet toch wel even gaan nadenken. Dan heb je wel één schaap die in die groep zit. Die gaat denken van, weet je wat,
ik volg die schaap. Ja, oké. Okay. Maar dat zo is gaat dat. Maar ja. Dat, zo gaat het op met de mens. Zo gaat het op met de mens. Ja, maar als die sma die jij zoekt, nou net het ene schaap is wat uit die groep springt, want dat is die sma die anders is, toch? Ja, denk ja, ja. Ik? Niet die die iedereen nadoet. Waar ga je die vinden dan? Die zei juist. Gewoon in het echt, waar ga je? In het echt, die zei juist. Dat denk ik, waar ben je dan? Die heb je wel, maar die zijn juist moeilijk te vinden. En ja, heel moeilijk. Die zijn moeilijk te benaderen. En die willen juist, zoals zijn de vrouwen, die willen juist dat ze gevonden worden. Maar wat, maar waar? Maar dat is de vraag. Dat gaan ze niet zeggen. Dat zijn juist nee, vrouwen. Daarom, maar wat denk jij? Ja, die vind je juist op minder drukke omgevings. En je moet ze ook niet gaan zoeken waar veel van die wijven zijn die net als Kim Kardashian willen zijn, want juist dat soort wijven, als die ene slimme meid. Oké, laten we die andere foto zetten. Die ene Chima die net kwam met dat kind. Ja. Is zij eentje die uit die groep springt of is het een van allemaal hetzelfde? Zij zit er tussenin. Ze heeft wel een kopje, ze kan wel goed nadenken. Zij kan wel die ene zijn die uitspringt. Zij kan die ene wel zijn. Die sprong maakt. Maar zij zit er net tussenin. Maar bij haar kan je niet helemaal zeggen van. Nee. Zij. We gaan het straks zien, man. Is die slim, maar je moet er goed observeren. Ik hoop dat als ze straks gewoon zo op die camera kan draaien. Ja. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het, want dat zou een hele mooie foto zijn. Dat je gewoon even een impressie hebt van over wie het hebben. Want zij heeft gewoon wel die. Kijk, jij kan wel die slimme schaal zijn, maar bij haar. Ze heeft die verschijning. Daar is het een beetje van.